Hi, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag ga ik met jullie de kerstlook doen. En ik zat te twijfelen, dat doe ik mijn eerste kerstdaglook of mijn tweede kerstdaglook. Mijn huid is niet zo eens met een full glam look zo door de week. Ik heb vanavond de kerstborrel van kantoor. Ja, ik heb mijn haar los. Alleen, ik heb gezien dat het in mijn gezicht hangt. Dus ik heb een beetje ruzie ermee. Dus ik ga vandaag de tweede kerstdaglook doen. Want tweede kerstdag vieren we thuis. Dus dan ga ik gewoon lekker voor een basic lookje. Allereerst, ben je nog niet geabonneerd en wil jij kans maken bijvoorbeeld op de giveaway die er over een paar dagen die open gaat? Abonneer even met de rode knop hier beneden. Maar ook als je de video wil missen. Dus ik ga lekker beginnen. Als ik wel ga doen omdat ik vanavond wat later op de dag weg moet. Ga ik deze leave-in van Mud Maskie op mijn gezicht smeren. Mocht je dit nou niet hebben, doe dan een andere beschermende crème. Of je hebt heel veel crèmes die tegenwoordig tegen de wind beschermen. Maar je zou ook bijvoorbeeld prima een primer kunnen gebruiken voor je gezicht. Een hydraterende primer bijvoorbeeld. Het kan allemaal. Ik ga vandaag een basic lookje met blush en highlighter doen. De wenkbrauwen ga ik doen. En een lipkleurtje. En daar hou ik het eigenlijk bij. Ik ben er trouwens wel eens benieuwd. Wat gaan jullie doen met kerst qua make-up? In ieder geval de dames dan, want ik neem aan dat heren niet altijd make-up op doen. Maar er zijn genoeg dames die hier ook kijken. Dus laat me even weten wat jullie met kerst gaan dragen. Er zit wenkbrauw 1 erop. Ik heb ze een beetje te dik gedaan, maar goed. Nou, ik geloof dat ze er zo wel redelijk recht op zitten. En dat doe ik met mijn favoriete setje. Deze zit gewoon ook in de giveaway. Dus mocht je er benieuwd naar zijn, ga dan zeker even abonneren. En ga meedoen met de giveaway. Dan zet ik mijn wenkbrauwen een beetje met wenkbrauwgel. Deze heb ik onlangs op een event gekregen in een goodie bag. Super blij mee. Ik ben hier echt heel blij mee. Ik doe vervolgens niks op mijn gezicht. Ga ik een blush aanbrengen en dat is deze van de Essence, de blush in de kleur Team Be Fitting. En wie mij langer volgt weet ook dat deze in de giveaway zit. Een hele fijne blush die prima kan als een basic lookje op de tweede kerstdag. Of eerste kerstdag, stel voor dat je eerste kerstdag gewoon simpel viert. Dan zou je bijvoorbeeld deze look ook gewoon simpel eerste kerstdag kunnen doen. En stel voor dat je dan tweede kerstdag gaat glammen. Dan kun je je huid eerst even goed preppen met verzorging. En dan de dag erna heftige make-up op doen. Deze blush die kan echt altijd. Zelfs met kerst, maar ook gewoon elke dag. En dan heb ik voor highlighter heb ik deze van de Essence. Ik vind het een heel mooi duo ook voor elke dag. Maar ook zeker voor met feestdagen is het een prima. Dit is de kleur Teen Heroic en ook deze heb ik in de giveaway zitten. Is ook zo'n kleur die eigenlijk altijd kan. Twee laagjes. En that's it. En dan ga ik mijn mascara aanbrengen. Voor nu gebruik ik de Volume Stylist van Essence. Maar je kan natuurlijk meer gebruiken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook nog de Essence, What the Fake heb ik nog. Ik heb verschillende. Je kan gewoon je eigen mascara gebruiken. Hoeft niet per se van Essence te zijn. Ik ben deze aan het opmaken, dus ik ga dan ook vandaag deze opdoen. De mascara zit er ook op. Gewoon prima, simpel mascaraatje. En ik heb keuze uit meerdere opties. Ik heb in mijn tas eigenlijk standaard deze van Biocura bij van de Aldi. Ook een hele mooie kleur die overal bij kan. Dus deze gaat weer terug mijn tas in. En wat ik zelf dan doe is, vooral omdat ik hele droge lippen heb, is eigenlijk kiezen inderdaad voor een hele creamy lipstick. Ik heb hier de Color Chasing Crystal Power Lipstick. En ik heb een lipgloss. En even kijken hoor. Wat kan ik hier het beste bij opdoen? Qua kleur maakt het niet uit. En ik heb zowel roze als rood. En ik ga denk ik gewoon lekker voor de lipgloss. Deze is van Catrice. Meer is het niet. En dan is dit de look. Ga ik nog even afsprayen
Ja, ik heb een nieuwe. Van de Action is deze, de Max & More. Hier heb ik niet zoveel van nodig, dat is echt heel fijn. Ik gebruik hier minder van dan van Revolution. Heeft ook niet zoveel zin. Mijn haar weer even losgooien, want ik had het alleen even voor de video in een staartje gedaan. Aan de achterkant, zodat het niet in mijn gezicht zou hangen. Zoals je ziet niks meer van die wenkbrauwen. Zoals je ziet, blusje, highlighter, lipkleurtje, wenkbrauwen, mascara. En dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt voor een eerste of tweede kerstdag dat je even rustig aan doet met je look. Nou, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Laat me hieronder nog eens even weten wat jullie kerstlook is dit jaar. En dan zie ik jullie graag morgen weer terug bij een nieuwe video. Ciao!